Goedenavond. Na Nice en Berlijn is nu ook Jeruzalem opgeschrikt door een aanslag met een vrachtwagen. Welkom bij Uitgelicht. Gistermiddag reed Fadi Al-Kanbar, vader van vier kinderen uit Oost-Jeruzalem, doelbewust in op een groep soldaten. Het verschrikkelijke resultaat, vier twintigers vonden de dood en 14 gewonden. Bij mij aan tafel André Diepenbroek van Christenen voor Israël. Goedenavond. Goedenavond. Maar we gaan eerst naar Jeruzalem. Daar is Joël Voor de Wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij is op dit moment op werkbezoek in Israël om verzoeningsprojecten te bezoeken. Goedenavond, meneer Voor de Wind. Goedenavond. Wat heeft u meegekregen van deze aanslag? Ja, we waren gisteren net uit de Arabische kerkdienst gekomen toen wij een pop-up kregen op onze telefoon. We hadden het inderdaad over de verzoeningsprojecten die we zouden gaan bezoeken. En we werden opgeschrikt door de harde realiteit van deze aanslag. Ja. En vervolgens zie je dan dat de sirenes loeien over de straat van de ambulances, de polities die naar plekken des onheils gaan. Mensen pakken hun telefoon. Checken het nieuws, bellen naar hun familieleden en geliefden om te zeggen dat ze deze wel veilig zijn. En je ziet dat de checkpoints in de oude stad dan verviervoudigen. We konden met onze filmploeg eigenlijk heel lastig nog weer de oude stad verlaten. Mm-hmm. Dus je ziet het meteen wel onrustig worden. We waren daar ongeveer een kilometer vandaan, dus ik heb de aanslag zelf niet gezien. Maar goed, daarna wel de beelden natuurlijk gezien. Ja. Dramatisch om te zien hoe die vier twintigers inderdaad zijn omgekomen. Ja, we zijn nu ruim een dag later. Hoe is de sfeer in de stad? Ja, dat is wel weer bizar, want we reden, omdat het langs de weg was waar we naar het hotel gingen, een paar uur later langs die weg. En die weg bleek alweer geopend te zijn voor het verkeer. Dus ze hebben hier, dat hoorde ik ook van anderen, blijkbaar het beleid om heel snel toch de situatie op te ruimen. De gewonden weg te brengen en de vrachtwagen ook weg te slepen, zodat het gewone leven weer door kan gaan. Merkt u ook een zekere gelatenheid bij de inwoners van Jeruzalem? Nou, ze zijn hier wel degelijk door opgeschrikt, want het was natuurlijk een aantal maanden geleden dat we de laatste steekpartijen hier hadden. Ik kom hier nou bijna elk jaar en een aantal maanden geleden had je hier die hele stroom van steekpartijen. En het was nu toch wel rustig geweest. Een tijdje lang, dus men is hier wel weer van geschrokken. Maar ja, je hoort ook wel weer de geluiden dat het waarschijnlijk een eling is geweest. En omdat zij meteen de dader hebben doodgeschoten, zag je ook niet een verder vervolg of een klopjacht door de stad heen gebeuren. Ja, ja. U bent zelf in Jeruzalem, u zei het al, voor verzoeningsprojecten en dan gebeurt er zoiets. Dat is een beetje wrang. Dat kan je wel zeggen. Ik kom net uit een gesprek met Palestijnse jongeren, Israëlische jongeren die gezamenlijk hier regelmatig overleggen. Om te zien hoe ze elkaar beter kunnen begrijpen. Nou ja, de discussie ging net ook weer, liep weer hoog op. Omdat de Palestijnse dame zei van, ik begrijp het ook wel dat iemand tot het uiterste is getergd om tot zo'n daad te komen. Waarop de Israëlische jongelui meteen zeiden van, ik begrijp het niet. En ik begrijp het ook niet dat jij het begrijpt. Want geweld heeft nog nooit iets opgelost. En we moeten hier echt gezamenlijk uitkomen. Dus je ziet wel meteen ook hier weer in de gesprekken en de gesprekken die we hiervoor hebben gevoerd, dat de situatie wel op scherp weer komt te staan. Ja, tot slot meneer Voor de Wind. Wat betekent dit voor de vredesbesprekingen die op 15 januari in Parijs gaan starten? Nou, daar waren de verwachtingen toch al niet hoog gespannen. Sterker nog, Israël zou niet daar naartoe gaan. Dus er gaan weliswaar heel veel landen daar naartoe. Abbas zal er waarschijnlijk ook wel naartoe gaan. Alleen de uitkomsten daarvan zullen verklaringen zijn die beide partijen oproepen om toch weer naar de onderhandelingstafel te gaan. Nou ja, in deze situatie zal Israël daar niet toe overgaan. Zij wachten hier met smart op de 20e januari, wanneer Donald Trump daadwerkelijk beëdigd wordt tot president. Ja. En daar hebben ze hier hun hoop op gesteld. En ze hebben absoluut geen verwachtingen van andere peace initiatives hier. Uitstekend. Dank voor uw toelichting vanuit Jeruzalem. Joël Voor de Wind van de ChristenUnie. Graag gedaan. Aan tafel André Diepenbroek van Christenen voor Israël. Goedenavond, meneer Diepenbroek. De locatie waar die aanslag gebeurde, kent u die? Ja, dat is een beetje. De oude stad van Jeruzalem ligt oost-west. En aan de zuidkant daarvan heb je rondom Jeruzalem zijn bergen, kennen we uit de Bijbel. En aan de zuidkant ligt ook zo'n bergrug. En daar is die promenade opgebouwd. Het is eigenlijk een bekende plek waar
nou ja, trouwfoto's worden geschoten. Maar waarvan je ook een prachtig uitzicht hebt op de oude stad en hoe die ligt. Ja. Dus om ook, laten we zeggen, voor militairen in opleiding is het een ideale plek om iets over de geschiedenis en de cultuur van de stad mee te krijgen. Zeker als je bijvoorbeeld aan een ander deel van het land komt. Of je komt uit Tel Aviv en je bent eigenlijk nog nooit zo vaak in Jeruzalem geweest. Ja, want dat deden ze daar ook? Dat deden ze daar. Het was een onderdeel van de opleiding. Maar wel, laten we zeggen, een culturele historische excursie die ze maakten. Ja. Waarbij ze dan natuurlijk ook de omgeving van de stad goed leren kennen. Je moet als militair vertrouwd zijn met het terrein waar je opereert. En dan komt er een vrachtwagen inrijden op die groep. Ja, je ziet het. We zien hier het filmpje. Mensen hebben echt niets in de gaten. Nee. Het is echt ook niet een gevoelige plek of een plek waar, nou ja, laten we zeggen, met gemengde buurten, waarbij je toch altijd rekening kunt houden met dat er zoiets gaat gebeuren. Ja. Dit is echt ook een toeristische trekpleister. Er staat nu een bus natuurlijk waar dan militairen uitkomen. Maar vaak zijn het de touringcars met onder andere ons Nederlanders die daar maar uitkomen. Maar een beproefde methode zou je kunnen zeggen. Na Nice, Berlijn, ja. Jeruzalem. Ja, het lastige is dat dit is een Arabier, een Palestijn uit Oost-Jeruzalem. Ja. En die heeft gele Israëlische nummerplaten. Dus hij rijdt rond in een Israëlische vrachtwagen. Mm-hmm. Auto's uit de Westbank hebben of groene of blauwe platen. Dus je kunt meteen zo'n wagen spotten. En zeker als die hard aankomt rijden, dat iedereen weet van, hé, dat is foute boel. Ja. Zo'n auto niet. Ja, en de mensen luisteren naar hun officier van, netjes opstellen buiten de bus en zo. Het is natuurlijk, vanuit de dader is het perfect getimed. Ja. Het resultaat, 4 jonge militairen om het leven gekomen. 4 twintigers en tal van gewonden. Er zijn stemmen die opgaan, die zeggen van, die militairen durfden niet te reageren, durfden niet te schieten op die vrachtwagen, bang dat ze voor de rechter komen. Ja, kan ik goed begrijpen. Kijk, het onderzoek loopt nog, dus er zijn nog geen verklaringen naar buiten gekomen van mensen die erbij stonden. Je ziet de vrachtwagen er doorheen gaan, ja. Hij draait om zijn as, de chauffeur probeert terug te rijden, er nog een keer overheen te gaan. Al die militairen die je nu weg ziet rennen, die zullen zo'n verklaring af kunnen leggen. Mm. Maar ik kan dat heel goed begrijpen. Dat debat, wat natuurlijk aanleiding heeft gevonden in die aanslag, die aanslag door 2 terroristen in Hebron. Ook op militairen. De ene is dood, de ander ligt gewond, maar nog niet levenloos op de grond. Wordt door soldaat Azaria uiteindelijk doodgeschoten. Ja, en die wordt veroordeeld. Ja. Militairen, ik las in een commentaar, militairen reageren met reflexen en die denken niet na. Mm-hmm. Dat is echt onzin. Mm. Dat is echt onzin. Reflexen kun je trainen. Als mijn reflex niet 's avonds is om koffie voor mijn vrouw te halen, heb ik een probleem op termijn. Ja, dus je kunt dit trainen. Dus dit kun je trainen. En dat wordt ook getraind. Mensen moeten eerst denken voordat je een trekker overhaalt. Ja. Even naar de andere kant. Hoe is er in de Palestijnse gebieden gereageerd en vanuit de Palestijnse hoek? Ja, daar was ik ook heel benieuwd naar. Daar hoefden we niet eens heel ver te gaan. Wat wij dan kennen als Oost-Jeruzalem, dus de oostelijke Arabische buurten van de stad. Daar stonden mensen snoepjes uit te delen. Ik heb de foto's op mijn Facebookpagina gedeeld. Daarmee zeg ik niet dat alle Arabische bewoners van Israël of van de bezette gebieden, mm-hmm. of de door Israël bestuurde gebieden, of hoe je die gebieden ook verder wil noemen, ja. Hierachter staan of dit fantastisch vinden. Maar gisteren was er een grote steunbetuigingsopkomst in Gaza en de straat stond vol. Deze dader is een held. Is een held. Ja, en zijn familie, wat kan die verwachten? Represailles? Normaal gesproken is het zo dat dan het huis waar hij gewoond heeft, dus het huis van zijn familie, dat wordt opgeblazen. Mm-hmm. Dat wordt vernietigd. En tegenwoordig is het zo dat de familie daarna gedwongen wordt om te verhuizen naar de Gazastrook. De gedachte daarachter is van oké, je wil niets met ons te maken hebben. En dat heb je aantoonbaar laten zien. Ja. Ga dan ook weg. Ja, nou kennen we Jeruzalem van steekpartijen. Johan voor de wind zei het ook al. Maar de laatste weken was het relatief rustig. Is dit een plotseling? Of? Nou, waar ze altijd bang voor zijn, ook met die schietpartijen in Amerika nog alles. Ja. Dat wordt dan door hele andere mensen gedaan. Mensen die doorgedraaid zijn en zomaar beginnen te schieten op een school. Laat het niet zien op televisie, want het brengt mensen met dezelfde waanideeën op dit soort ideeën. En nou ja, laat ik zeggen, we hebben allemaal televisie zitten kijken. Deze man waarschijnlijk ook. Die dacht, goed idee, laat ik nou toevallig een baantje als chauffeur hebben.
Dus u zegt eigenlijk van hij zou op het idee gebracht kunnen zijn door Berlijn. Ja, dat kan heel goed. Ja. Kijk, we weten, het is tot zover nog niet echt opgeëist door iemand. Nee. Hamas vindt het geweldig en steunt het. En nou, dat weten we allemaal wel. Ze hebben niet gezegd, wij hebben dit voorbereid. Ja. Dus moet het haast al iemand anders zijn geweest. Nou, dan denken we allemaal aan ISIS. ISIS zit in de Gazastrook. Zit ook in de Sinai-woestijn die eraan grenst. Mm-hmm. Ja, Netanyahu heeft ook gezegd, ja, ISIS. Ja, ja. Nou, ik ken de premier van Israël niet als iemand die zomaar lariekoek in de lucht slingert. Dus ik denk dat daar wel aanleiding voor is om te vermoeden dat deze man op goede ideeën, om het maar zo wrang te zeggen, is gebracht. Het plegen van aanslagen is echt een ISIS, met een vrachtwagen, is een ISIS-handelsmerk. Mm-hmm. Een tijdje terug sprak ik een commentator die zei, ja, die handboeken staan gewoon op internet. Ja. Die kun je gewoon lezen. In het Engels ook. Nou had u pas een manifestatie in Den Haag, waarin Chanukah werd opgericht, aangestoken. Ja. Ik heb begrepen dat daaromheen ook betonblokken en vrachtwagens stonden. Ja. Om dit te voorkomen. Ja. En dus hier staan geen betonblokken omheen. Nee, maar die kun je niet overal neerzetten. Nee, dat is waar. Dus in hoeverre kun je daar rekening mee houden? Ja, niet eigenlijk. Nee. Je moet er altijd op rekenen, zoals als wij zo'n Chanukah aan gaan zetten, dan weet je, dit plannen we van tevoren, dat ding zetten we er neer. Daar moet je van tevoren goed de boel beveiligen. Mm-hmm. Vandaar die betonblokken. Ja. Zo'n uitje, dat klinkt een beetje alsof militairen niks te doen hebben, maar goed, zo'n excursie kun je niet met maximale dingen gaan beveiligen, alsof het een conferentie is met belangrijke presidenten. Mm-hmm. Dat kan niet. Dus moet je de mensen erop hameren. Mensen, zodra je uit een bus stapt, ben je doelwit. Ja, dat is wel de tragiek van deze tijd. Ja, ja. Wat verwacht u van de wereld nu? Dat ze zich schaadt achter Israël? Ik heb even gekeken. Wat er gebeurde na Berlijn en na Nice. Ja. Na Nice gebeurde dat Obama en Rutte en koning Willem-Alexander belden. Ja. Obama en zijn Franse collega Hollande hebben gebeld met de Duitse bondskanselier Merkel na afloop. Ja. Rutte zei, we treuren mee en we helpen waar het kan. Mm-hmm. Ik heb niks kunnen vinden. Nee. Moment van uitzending, nog niks gehoord. Nee. Geen enkele stap op dat terrein. Wat denkt iedereen? Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat kennen we. Waarom een ander verhaal? Business as usual? Ja, dit is het Israëlisch-Palestijnse conflict. Mm. Maar het is natuurlijk hetzelfde. Ja. Het is ook een vrachtwagen. Dezelfde methodiek. Ja. Ik vroeg dan voor de wind net, die conferentie die op 15 januari in Parijs begint. Wat verwacht u daarvan? Ja, ik was het helemaal met hem eens. Ja. Niks. Zodra zo'n conferentie kan alleen werken als de beide partijen. Wanneer helpt mediation in een huwelijkscrisis? Als beide partijen bereid zijn om te praten met elkaar. Mm-hmm. Nou, Israël gaat er al niet heen. Dat is niet veranderd voor zover wij nu op dit moment weten. Nee. Dus dat is voor de bühne. Dat is een praatcircus waar inderdaad misschien fraaie en misschien minder fraaie verklaringen uit gaan rollen. Ja. Maar dat gaat helemaal niks betekenen. En de inauguratie van Trump, 20 januari? Ja. Kunnen we daarna iets verwachten? Dat van hem richting Israël? Dat denk ik wel, ja. Wat? Het is lastig te zeggen natuurlijk precies wat. Maar het overgangsteam van de regering Trump is zo getergd door wat de huidige regering Obama, die in feite uitgaand is. Dus die moeten netjes de zaak achterlaten. Maar die zijn echt aan het handelen geslagen om toch nog even hun erfenis veilig te stellen. Mm-hmm. Nou, die zijn waar ze konden op de tenen van meneer Trump en zijn mensen gaan staan. Die gaan er iets tegenover stellen. En wat, weet ik niet. Misschien wel de Amerikaanse ambassade naar Israëlisch Jeruzalem. Want dat is meer dan een symbool? Dat is meer dan een symbool. Dan zeggen, wat je ook doet met je vrachtwagens, wat je ook bouwt van ons cement wat we geven om jullie economie op poten te helpen, maar daar maak je tunnels van om uiteindelijk terreur te doen. Alles wat je doet zal geen zin hebben. Ja. Tot slot, meneer Diepenbroek. Stel voor, er zijn kijkers die op het punt staan om naar Israël te gaan. Wat zegt u tegen hen? Nou ja, ik denk gewoon, iedereen kan gewoon gaan. Het is veiliger om naar Tel Aviv te gaan dan naar Brussel of Parijs. Echt waar. Alleen, als je een uniform aantrekt van het Israëlische leger, of als je er echt uitziet als een orthodoxe Jood, herkenbaar, hè, met keppels of met een zwarte hoed en pijpenkrullen, dan ben je doelwit. Ja. Ja. Okay. Dank voor dit gesprek en uw komst naar de studio. André Diepenbroek van Christenen voor Israël. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Graag tot morgen bij Leven en Welzijn. Dag!